Hey YouTube, tof, je kijkt naar een nieuwe review hier bij Thomas Open. Met een beetje een rare plek, dat snap ik. Maar dat komt namelijk omdat dit apparaatje, wat jullie nou niet 100% geweldig kunnen zien, maar dat staat in de keuken. Dus ik zit even in de keuken. Ik hoop dat ik goed genoeg te verstaan ben. Het zal een beetje anders klinken ook. Ik heb wel een microfoontje op, maar toch, het zal allemaal net even wat anders zijn. Waarom zit ik hier? Nou, wat ik al zei, vanwege dit apparaatje, The Sub. Een tijdje geleden mochten wij van The Dutch Beer Collective allemaal een sub ontvangen van Beerwolf. Dus deze video wordt ook mogelijk gemaakt dankzij Beerwolf, die dus dit pakket, de sub, opgestuurd heeft met twee bieren. Dat waren twee bieren van Chef Brewing. Eén daarvan, dat was de Funky Falcon, is gereviewd tijdens een livestream samen met Sanne van Two Chefs Brewing. Die kun je ook vinden op Gerben, Dutch Beer Geeks kanaal. Daar moet hij als het goed is staan. En ik had toch zoiets van, ja, het apparaat staat hier. Ik vind ook dat ik die andere even moet reviewen. En een andere bier, dat was een wit bier van Two Chefs. White Mamba. White Mamba is gebrouwen met, als ik me niet vergis, was het cardamom. Als ik me nog goed herinner, dat kun je nog wel weer terugvinden in de livestream. En kaffir lime leaves, kaffir limoenblaadjes. En dat zijn, nou, net zoals wij hier in de westerse keuken, dat wordt trouwens ook wel veel gebruikt hoor, maar laurierblad gebruiken. Hebben ze daar dus kaffir lime leaves. Er wordt heel veel toegevoegd aan curry's om het echt zo'n mooie limoen, voor een limoen citrus smaak mee te geven. En dus het bier mee gebrouwen is 5% en het zit dus een torpedo zit in deze sap. Een torpedo is een soort van fusje van 2 liter. Die door dit apparaat gekoeld wordt en daar kun je hem dus mee tappen. Dus ja, dit is voor de eerste keer op mijn kanaal dat er een bier getapt gaat worden. Volgens mij heeft Remy het nu een paar keer, want die... Een paar keer heeft hij hem volgens mij zo langzamerhand op zijn kanaal staan, maar weet ik niet zeker. Ik zou je nog eens een keer terug kunnen kijken. Maar anyway, we gaan gewoon tappen. Ik ben heel benieuwd. Het lijkt mij, ik ben trouwens heel eerlijk in, ik heb er al een keer een klein beetje van gehad. Dat was namelijk om ervoor zorgen, want het eerste glas is gigantisch veel schuim. En dat willen we natuurlijk niet. Was daar net nog iets van te verstaan. Ik heb er een klein beetje van uitgetapt. Maar het eerste glas is altijd gewoon heel veel schuim. En dat wil je dus niet. Zeker niet in zo'n review wil je dat het een beetje goed uitziet. Nou, zoals je kunt zien, het bier ziet er dus licht troebel uit. Echt een beetje dat honing-oranje-achtige, goudgelig-achtige van een mooi wit bier. Van een tarwebier. Aan de tap staat hier dus ook als een wheat ale, wheat beer. En tarwe geeft hem hopelijk een beetje dat mooie wrangige mee. Daar hou ik wel van. En ik verwacht dus heel veel citrus en wat kruidige tonen. En ja, we gaan gewoon zien wat hij doet. Ik stel voor dat we eens even kijken. Hij is trouwens zo lekker koud. Het is echt hartstikke mooi op temperatuur. Dat is echt gaaf van dit apparaat. Waarvoor nogmaals bedankt, Beerwolf. We gaan eens even kijken wat hij doet in de neus. Nou, je hebt zeker gewoon een hele krachtige, inderdaad, dat limoen, citroen, citrusachtige zit er heel krachtig in. Met inderdaad een flinke hit van die cardamom, dat kruidige. Hij is absoluut erg kruidig en daar moet je natuurlijk van houden. Ik vind dat heel fijn. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen zeggen dat het misschien een tikje te intens is. Ik hou er wel van. Ik krijg nog niet heel veel door van dat tarwe zelf. Hopelijk geeft hij nog een beetje dat wrangige mee in de smaak. Maar eigenlijk momenteel, momenteel is het voornamelijk gewoon inderdaad wat ik zei, dat citrus en dat kruidige. Dat is heel intens. Het bier is trouwens 5% en alcohol, dat je dat even weet. We gaan dus even proeven. Cheers. Mooi, licht, verfrissend mondgevoel. Niet heel dun eigenlijk voor maar 5%. En dat komt dus ook weer een beetje door die toevoeging van die tarwe. Die geeft hem net een beetje meer oomf. Hij echt absoluut, ook al krijg je niet echt de smaak van de tarwe mee. Hij heeft wel inderdaad dat licht wrangige. Dus niet een zuurtje, maar dat wrangige. Astringency vind ik dan zo'n heel mooi woord in het Engels. Heeft hij in de smaak, in het mondgevoel. Hartstikke fijn. En wederom, heel veel van die kaffir lime leaf, heel veel van dat limoen, dat citrus, het kruidige. Het is, in dat opzicht is het misschien niet een heel
explosief bier. Maar dat is iets wat Sanne ook zelf zei in de livestream. Die had zoiets van, weet je, wij willen niet, wij willen gewoon mooie, frisse, doordrinkbare bieren creëren. En dat is absoluut gelukt. Het bier is gewoon echt super doordrinkbaar wat dat betreft. Je kan gewoon slokje na slokje blijven nemen. Het is 5%. Dus als je bijvoorbeeld zo'n fusje van 2 liter hebt, nou ben je met, dat zou vergeleken met een normaal flesje van 33 centiliter of een blikje van 33 centiliter. Zou er dus zo'n 6 in zitten? Nou, stel je voor je bent met z'n tweeën, dan is een fusje als dit zo leeg. En op een middagje bij een barbecue of bij een borreltje bijvoorbeeld. Het heeft een licht, fris, groenig karakter. Ik weet niet wat voor hoppen er gebruikt zijn. Maar het heeft een heel subtiel, licht, hoppig karakter. En verder gewoon eigenlijk alles wat je wil van een lekker, verfrissend wit bier. Het is echt niet het meest uitgesproken bier dat je ooit tegen zal komen. Al moet ik wel zeggen, in zijn categorie, door dus die lime leaf en cardamom, heeft hij wel een mooi volle smaak. Ik wil niet zeggen eentonig, want dat klinkt alsof die saai is. Dat is die niet, maar hij is niet complex. Hij is niet super complex. Maar wederom, met een wit bier hoeft dat voor mij ook niet zo snel. Ik hou van een wit bier dat gewoon goed doordrinkbaar is. Er moet een tarwe karakter aan zitten. Nou, dat heeft hij licht. En zeker in de Nederlandse wit bier, die toevoegingen die gebruikt mogen worden. Een beetje gember. Hij komt een beetje gember ineens. Sorry, ik heb het idee dat ik gember in mijn mond heb. Hou ik ook wel van. Lekker. Als ik hem een cijfer moet geven, ergens tussen de 3,5 en 3,75. Gewoon een lekker, doordrinkbaar, fris wit bier. Als het nou nog een graadje of 5, 6 warmer was buiten, dan als ik lekker de hele middag buiten gaan zitten en gewoon af en toe even een glaasje aftappen. En dat is trouwens ook het leuke aan dit apparaat. Als je een keer zegt van ik wil een klein beetje bier, je hebt geen zin om bijvoorbeeld een Hefeweizen bijvoorbeeld, komt al heel vaak in 50 centiliter. Of zoiets. En je denkt, ik wil gewoon een klein beetje. Gewoon even, ik heb zin in wat verfrissends. En iets licht alcohol. Gewoon even iets, het smaak van bier. Je kan gewoon lekker een klein beetje aftappen. Je hoeft niet meteen een heel flesje te openen. Dat je dan bijvoorbeeld denkt van met 50 centiliter, eigenlijk is me dit even te veel. En dat maakt het hartstikke leuk. Mocht je nou geïnteresseerd zijn in een apparaat als dit. Onder in de omschrijvingsbox doe ik even een link naar Beerwolf. Dan kun je dus even kijken van, hey, wat kost zo'n apparaat? Vind ik het wat? Dan vind je ook heel veel van de verschillende fusjes. Van die torpedo's. Variërend van gewoon, ja, macro pilsners. Tot aan craft beer. Dat craft beer moet hopelijk steeds meer en meer worden. Want ze willen een beetje in deze huidige tijden. Wil Beerwolf een beetje proberen. Dat brouwerijen die met voorraden zitten. Op deze manier hun bieren ook wat aan de markt kunnen brengen. En ja, ik moet wel zeggen. Ik was een beetje sceptisch over het idee van zo'n apparaat. Maar ik vind het wel wat hebben. Ik vind het wel leuk. Ik vind het wel geinig. Dus nogmaals, wederom Beerwolf, hartstikke bedankt. Jullie bedankt voor het kijken. Als je de video leuk vond, klik op like. Vond je hem heel erg leuk, klik op abonneer. Onder in de omschrijvingsbox vind je dus even de links waar ik het net over had. Plus links naar al mijn social media en de Dutch Beer Collective. En laat een comments achter. Vind ik altijd leuk. Kom ik daar nog weer op terug. En ik zie jullie allemaal bij een volgende review. Tot dan. Proost.